staat er klaar voor. En de big band die straks gaat beginnen hier de aftrap verzorgt voor het concert. Dus ja, we zijn heel erg enthousiast. 2 jaar moest muziekvereniging Wieringerwaard wachten om het bevrijdingsfeest te vieren. Op 5 mei 2022 was het dan eindelijk zover. Ja, vanaf 2 jaar terug natuurlijk al, 75 jaar bevrijding. Dat moest een ontzettend groot festival worden hier in Wieringerwaard. Ja, dat hebben we moeten uitstellen tot vandaag eindelijk dat we het grote concert mogen houden. Petra Elbertsen speelt bugel en is blij dat het orkest weer kan spelen. De concerten op 4 en 5 mei hebben door de actualiteit een extra betekenis gekregen. Natuurlijk leven we allemaal mee met wat er in Nederland speelt, weet je, dat, en in de wereld, in Europa. Dus ja, speciaal. Ik denk dat iedereen er wel wat bij voelt. En dat iedereen zich ook na corona wat bevrijd voelt. Maar vooral na gisteren, na zo'n mooie herdenkingsconcert die we gehad hebben. En heel erg gevoeld. Ja, de tragiek ook. Is het heel mooi om vandaag juist het feest te vieren. Na het voorprogramma van de Alkmaarse Big Band kon het orkest uit Wieringerwaard eindelijk zelf los.